Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn vallen 7 doden. Inclusief schutter Tristan van der Vlis. Morgen is dat precies 10 jaar geleden. Toch wachten nog ruim 100 overlevenden en nabestaanden, dus mensen die gewond zijn geraakt of nabestaanden van de overledenen, op schadevergoeding. Maar hoe kan dat eigenlijk? Orde! Orde! Rechtspraak met Damsee Advocaten. Net als schadeadvocaat Lex Neumann, welkom. Dankjewel. Een kort antwoord, is 10 jaar wachten op smartengeld normaal? Nee. Nee. Ja, toch heel kort, hè? Je wilde het kort. Kort antwoord, nee, trouwens. Ja, dat is wat het is. Toch is dat hier gebeurd. Maar laten we dan beginnen bij het begin. Want ik ben heel benieuwd hoe dat dan zo is gegaan. 9 april 2011. Ja. Vallen 7 doden, 16 gewonden. Daaromheen een heleboel nabestaanden. En ik kan hun nooit helemaal recht worden gedaan aan wat hun is overkomen. Maar dat wordt wel getracht. Ja. Wat komt er op zo'n moment dat zoiets gebeurt, of misschien even later, op hen af? Als het gaat om dit soort schadeafhandeling. Ja, de vraag, het gaat ook een beetje om de tijd. Want er zijn nu andere regels dan toen het 10 jaar geleden gebeurde. Dus daar moeten we wel even een onderscheid in maken. Toen voor hun dat gebeurde, was het voor heel veel mensen de vraag van die het overleefd hebben. Van, ik heb nu schade en wat nu? Wie kan ik aanspreken? De schutter? Gaat niet meer lukken. Wie kan ik aanspreken? En dus dat heeft voor heel veel mensen een enorme impact gehad. Nabestaanden, maar ook overlevers van deze rampdaad. Ja. Dus dat is, en dat zal voor de ene nog veel intenser zijn geweest dan voor de andere. Op een gegeven moment, misschien komen mensen bij hen of ze lezen het via van, ik kan hier op een of andere manier een schadeclaim om iets van recht te halen. Ja. Halen. Ja, en dat ga je natuurlijk, en tenminste, daar ga ik dan vanuit, dat iemand die dan met zo'n claim heeft of wil beginnen, dat hij dan denkt van dat kan ik niet zelf, dus ik ga naar iemand op zoek. Mm-hmm. En en dan heb je, denk ik, dan heel gechargeerd heb je dan 2 soorten groepen. De ene groep die enorm te koop loopt van kom bij ons, wij gaan je helpen. En keihard roept van onrecht is gedaan. En een andere groep die zegt van dit is natuurlijk vervelend. Jij moet geholpen worden, wij gaan jou helpen. Mm-hmm. Maar we gaan ook, maar dat doen we ook echt om jou te helpen. En niet vanuit een soort van, misschien dat ik het oneerbiedig noem, maar een bepaald ego doen. Ja. Ik kan me best voorstellen dat mensen op dat moment natuurlijk ze heel erg vanuit hun gevoel zullen zeggen van ik wil iemand die keihard voor mij strijdt. Tuurlijk, en die moet er ook zijn, maar het is natuurlijk wel even de manier waarop je dan die strijd aangaat. Ja. En wat is hier dan uiteindelijk misgegaan? Want je zei al, is het niet normaal dat je 10 jaar wacht. Ja. Toch zijn er hier heel veel mensen die nog wachten. Wat is hier misgegaan? Nou, wat hier mis is gegaan is, en dan een heel klein stuk, ik zal het heel kort houden, een klein stukje achtergrondinformatie. Er is in deze zaken, dan noem ik het maar even als één zaak, zijn ook allemaal juridische procedures geweest. Er is eerst een rechtbank geweest, die heeft iets gezegd over schadevergoeding. Daarna is een gerechtshof geweest, daarna is het nog bij de Hoge Raad gekomen. Dus dat traject alleen al duurt jaren. Nou, dan tegenwoordig is denk ik al een gemiddelde letselschadezaak duurt al zo 2 jaar. Dus zeg dat je al misschien al 3, 4, 5 jaar bezig bent met procederen. Want er moet eerst een uitspraak komen van een rechter en dan pas kun je eigenlijk die letselschadezaak. Ja, in eerste instantie is gezegd, we gaan geen schade vergoeden. Toen heeft de rechtbank, dat is de politie geweest, toen heeft de rechtbank gezegd, politie, daar heeft u gelijk in. Hof heeft gezegd, politie, u moet wel schade vergoeden. Waarom moet de politie schade vergoeden? Nou, heel kort is dat de politie die volgens de Hoge Raad, want daar is dan uiteindelijk beland, die heeft gezegd van u heeft niet goed toezicht gehouden op de wapenwet. U heeft iemand met een wapen rond laten lopen. Tristan had een semi-automatisch geweer. En een licentie. Had hij nooit mogen hebben, die wapenvergunning daarvoor. Ja, exact. En daarom, toen heeft de Hoge Raad gezegd, bent u voor verantwoordelijk. Maar dat is dus wel tot en met de hoogste rechtelijke instantie in Nederland uitgeprocedeerd. Dus daar begint het. Nou, daar kan je dan over vragen, is dat terecht of niet? Maar de volgende stap is als dan die uitspraak ligt, wat ga je doen? Ga je regelen of niet? Want je bent al zoveel x jaar verder. Nou, nu zijn er veel belangenbehartigers geweest die ook hebben gezegd, wij gaan regelen, want daar is het nu tijd voor. Wat betekent regelen? Dat betekent dat je gaat kijken van, wat is nou precies de schade? En dat probeert zo concreet mogelijk te doen. Dan kan je bij wijze van spreken, al is het maar op bonnetjes of op gevoel, dat je ook. En dan natuurlijk altijd in samenspraak met het slachtoffer van, wat wil jij nou eigenlijk? Ja. En dat je dan vervolgens op een gegeven moment afspraken gaat maken over betaling. Ik begrijp van jou dus dat hier speelt een zaak waarbij uiteindelijk de politie door de rechter is aangewezen als verantwoordelijke. Ja. Daar kun je je schade halen. Ja.
En dan komen er de belangenbehartigers. Ja. En sommigen met heel hoog ego en sommigen willen je echt helpen. Ja. En die gaan zeggen, wij gaan de schade verhalen op de politie. Ja. We gaan proberen dat zo goed mogelijk te doen. Ja. En dan ontstaat er dus een soort van woud aan belangenbehartigers, waarbij de ene dat goed doet en de andere dat minder goed doet. Ja, en het lastige is, zeker in dit geval, is, en daarom zou ik zeggen, van het is niet normaal dat iets 10 jaar duurt. Kijk, als er bijvoorbeeld over smart geld, dat is compensatie voor immaterieel leed, verdriet. Uiteindelijk moet dat worden vastgesteld. En je kan daar eindeloos over blijven steggelen. En dat kan je jaren rekken. En ja, en dan kom je aan die 10 jaar. Maar je kan op een gegeven moment ook zeggen, als je echt, vind ik, maar dat is dan mijn visie van een professional, dat op een gegeven moment dat je echt zegt met een verzekeraar, even goede vrienden, of dan met de politie, even goede vrienden, we komen hier niet uit. We gaan het gewoon aan de rechter vragen. Of we gaan naar een mediator toe. Maar op het moment dat je belangenbehartigers hebt die niet durven te erkennen op een gegeven moment van, dit is te groot voor mij. Mm-hmm. Of ik heb het overzicht. Die meer willen dan ze misschien uiteindelijk ooit gaan krijgen. Ja, of vooral meer roepen dan dat ze kunnen, dan dat ze eigenlijk daadwerkelijk kunnen bereiken. Mm-hmm. Dan ga je dus vastlopen. Ja. Want dan heb je dus een cliënt die heeft een veel te hoge verwachting. Maar dat is wel een verwachting die jij gecreëerd hebt als belangenbehartiger. En dat is hier fout gegaan. Dat speelt hier. Dat zal misschien in andere gevallen, als mensen luisteren en zeggen, hey, ik heb ook ooit een letselschadezaak of wat dan ook spelen. Ja. Het speelt, de indruk, laat ik het zo zeggen, is dat hier speelt. Ik ken die dossiers niet inhoudelijk. Maar de indruk is heel erg, ook op basis van andere belangenbehartigers die dus waar wel al zaken geregeld zijn, is dat hier fout gaat. En het vervelende is, los van dat de indruk hier bestaat, weet ik dat dit ook heel vaak in letselschadezaken fout gaat. Stel dat ons overkomt. En dan even een advies naar de mensen toe. Wat kunnen we in zo'n geval doen? Als we het idee hebben dat er dus geen recht wordt gedaan in die letselschadeafhandeling eigenlijk. Nou, ik zou dan... er zijn genoeg belangenbehartigers in Nederland die, dan moet ik het even goed zeggen, een soort aan een keurmerk voldoen. Dat betekent dus dat ze ook onder een soort toezicht staan, hè, van een overkoepelende instantie. Dat is in onder andere de Letselschaderaad. Dat is voor letselschadeadvocaten, de LSA, de Vereniging Letselschadeadvocaat. Dat betekent gewoon dat je bepaalde kwaliteit moet leveren. En dat betekent ook dat je bepaalde klachtenregelingen moet hebben. Dat betekent ook dat op het moment dat jij niet goed geholpen wordt, dat je goed geholpen moet worden om iemand anders te kunnen vinden. Dat betekent dus gewoon dat je kwaliteit moet leveren. En dus als je daar binnen zit, dan is het dus ook heel goed en je bent er niet ontevreden om eerst eens even met je eigen belangenbehartiger of advocaat eens even in gesprek te gaan van, hè, wat zijn dan de opties? Of dan is een keer een andere advocaat vraag van, kan jij hier eens wat we dan noemen een second opinion, hè, net zoals je dat bij een dokter kan doen. Ja, goed, en als je dan dus bij iemand zit die dus niet binnen die keurmerken valt, ja, dan zou ik eerst maar eens even heel goed gaan kijken wat je nou met diegene hebt afgesproken. Ja. Want het is dan wel vervelend dat je ook dan nog wel eens ziet dat iemand, ja, ik noem het maar gewoon een soort half burgercontracten hebt. Dat als je dan weggaat, dat je dan opeens met torenhoge rekeningen zit. Ja, dus check even of jouw belangenbehartige een keurmerk heeft. Ja, en zo niet, ga even shoppen bij die mensen die wel een keurmerk hebben, om te kijken. Wat vind je ervan? Ja. Lex Neumann, dankjewel. Graag gedaan. Uitleg.